Je bent zo lang die massa moslim. Ha? Als goed natuurlijk verder. Ik heb geen afspraak met u om hierover een discussie te maar voeren. Maar alleen weten waarom u een vlag in moet zetten. Nee, gewoon omdat u dat een boef van. Nee, gewoon een serieuze vraag. Ik probeer gewoon een normale vraag. Waarom niet? Nee, men, a lot of children died every day for your als je een afspraak met mij wil maken, dan is dat mogelijk. Want dat zou ik ook best wel willen. Nou, ik zou graag willen weten waarom deze man zo'n vlag daar is. Je begrijpt dat er toch duizenden mensen worden vermoord. Kleine kinderen krijgen geen eten. Heb je dat van YouTube geleerd? Nee, dat zijn gewoon cijfers van de VN. Nee. Dat zijn minder man. Is dat niet zo? Nee. Ik heb al 20 jaar gewoond, jij ook? Je hebt 20 jaar in Israël, waar in Israël? Jeruzalem. Jeruzalem. Wat vindt u ervan dat het nu de officiële hoofdstad is geworden? Tenminste, dat heel veel ambassades daar naartoe huizen. Al 3000 jaar de hoofdstad van het land. Maar 3000 jaar? Maar hiervoor hebben we duizenden jaren de Palestijnen daar gewoond, de Arabieren, nee? Zeker niet. Volgens mij in de tijd van de Romeinse Rijk zijn ze eruit gekeken. Nee? Oh, goed. Ik ben bang voor Nomine. Ja. Maar ik wens u er gewoon een goede dag toe. Tot straks. Yeah.